Mensen, welkom bij deze video. Vandaag gaan we, laat ik jullie zien, de nieuwe update, de nieuwe auto's, info over de nieuwe GTA 5 update. Dus net jullie gaan naar de legendaire motorsport. Dan heb je de Cold Brawler, is voor Cold Brawler, de off-road auto, 10% auto, het interieur. Aan de achtergrond. Dat kost 750.000. Dan gaan we naar de volgende. Hebben we hier de Rapid Chino. Is ook een 10% auto. Interieur. Aan de achterkant. Aan de topsnelheid is 120 miles per hour. En van deze heb ik dat niet gezegd. Deze is 135 miles per hour. Dan gaan we naar de volgende. Is de Inferto Quattro Blackfin. Hij is ook een 10% auto. Die is $695.000. Gaan we naar het interieur. Het interieur, de achterkant. Zijn ga die toch kopen. En dat is 155 miles power. En dan gaan we naar Dinka Vindicator. In de buitenkant, zeg maar, die gaat 110 miles per hour en die kost $630. En mensen, gaan we nu naar de last best. De Progen T20. Hij kost 2,2 miljoen. Topsnelheid is 22 miles per hour. En ongeveer 30 tot 60 seconden. Maar ik denk gewoon dat ik deze nog ga kopen erbij. Weet je wat? Hoezo niet? Ik koop hem gewoon in zwart. Bam, boots. Nog 1 miljoen over. Maar dus dat was eigenlijk. Ga ik jullie nog laten zien. Auto in real life. En de garage. En hier zien jullie staan mensen, de auto hier. Zonder bril afdoen. Ook het inventory. Als het ware is. Even kijken, non. Dus. Eén moment mensen. Maar zoals jullie zien mensen, dit is die auto. Hij is volop getuned. Aan de achterkant, zeg maar, is dit hier. Oh ja, want kijk, mijn custom nummerbord, Richie 03. Dan de deuren, hulk het. De deuren, die gaan zo open. Zoals je ziet, progen. Want ik zal jullie even laten zien, de Blackfin, in real life. Want ik zeg dat zo. Nou mensen, we zijn weer. Ik heb even snel een nieuwe lobby gezocht. En zoals jullie horen, dat geluid mensen hier ook. En dan! Altijd hebben we wel iets, altijd. Maar moet jullie zien hoe snel die optrekt, ja. Autorijden. Oh, altijd prins. Maar dat ding rijdt echt lekker, man. Ik meen het. Ho, ho, ho. En als het vol. Au.
En als het is dan. Dus, dan gaan we even naar het garage toe. Zoals ik zie je zo meteen. Tot zo. Hij wil maar niet in het garage lopen. Mensen, tot zo. Jongens, we zijn er weer. Zoals je ziet hier, die of rood auto, maar we gaan nu deze pakken. De Stinger. De Mercedes. Oh man, dat geluid ook van deze wagen. Hoor. Oeh, dat ding drift lekker mensen. Ik heb echt geen spijt dat ik hem heb gekocht. Ik heb toch 1,4 mil. Ik heb zo meteen geen miljoen meer, maar ja, aan een keer. Dan doe ik wel wat missies en andere shit. Als ik nu verkoop. Is even kijken of het waard 417k. Mensen, ik ga echt geen spoiler opgooien. Dit vind ik vet. Nu ik het zo niet rond, vind ik lelijk. Pleet. Misschien over drie. Deze. Kijk, een kroek al aan. Ja. En dan hier mat zwart. Yep, kroom dan erop. Woef. Oeh ja. Zou ik te doen? Ja of nee? Ja of nee? Moeder, is het zo goed? Mijn moeder zegt van ja. Kan ik niet kiezen. Goeie, we doen deze. Moeder zegt ja, doe maar. Suspension upgraden, transmission helemaal omhoog, turbootje erop, wheels, lowrider of val ik in. Of muscle, nee, lowrider of muscle. Vind dit wel sick of niet? Ja, ik wel. Het is gewoon zwart. Wie dat zwaar is. En dat was de mensen, dat was de auto. We gaan afstand weer verder. Motor wil ik nu kopen en die andere mag ik ook niet. Maar ik vind deze goed. Ik vind dit eigenlijk een vette wagen. Au, au, oh, shit. Au. Ik vind eigenlijk best een vette wagen dit. Oh, ik heb al. Sorry.
Aan de kansvrachtwagen. Nice, was lekker doorheen. Garage open, mensen zegt dat zo. We zijn nu in de garage. Ik pak deze hier. Ik heb er nog niet eens in gereden, mensen. Ik vind meer op zijn buggy lijken. Het is best een vette wagen als je zo kijkt, mensen. Garage gaat open. What miracle did you want me to perform? Should be running better than ever. Seriously. De bumpers. Deze. Deze. Gewoon al zo. Nice. Plate. Richting over 3 en zacht. Display. Maat zwart. Met crewcolor. Crewcolor vind ik echt vet op. Woof. Komen we deze zo. Even elkaar. Kan ik de menu nog behouden? Ik denk niet. Ik wou zeggen, ik denk niet. Mensen, dat was de auto. Dus ik hoop dat jullie de auto mooi vinden. Dit was de auto, maar dat waren ze. Ik de beste auto's van die. Dus mensen, ik hoop dat jullie van de. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Al niks zeg. Later. Ciao.